vlog. De eerste van 2020. Nou is het een jaar alweer even onderweg. Maar we zijn heel druk geweest. En we waren nog een weekje dicht. Dus vandaar nu de eerste. We hebben voor de vakantie een nieuwe stromerhoek gekregen. Die hadden er sommige mensen natuurlijk al gezien bij ons op de film over Black Friday. Maar we laten even zien hoe dit voor en na was. Dus dat laten we nog even zien van vorig jaar. En verder hebben we iets over de Stromer ST5 2020 model. We hebben nieuwe helmen binnen van Kratoni. Eentje waar ook kniplichten op zitten waar je mee kan bellen. Ook dat laten we zien. En dat we verder hebben mee. Voor het nieuwe jaar was onze biowasher. Dit is een soort wasbak waar we de fietsen in schoonmaken, de kettingen in reinigen, eigenlijk de hele fiets. En het wordt afgebroken door bacteriën waardoor de vloeistof mooi schoon blijft en het ook voor het milieu in orde is. Fietsen worden prachtig schoon en dan kunnen we weer verder met repareren, invetten, zodat alles weer prachtig loopt. Helaas een schadegeval met flinke schade op de bovenbuis. De klant vond het heel vervelend omdat het een hele lelijke plek was. Deze hebben we laten herstellen en zoals je ziet zie je er niks meer van en kan meneer weer als nieuw op de fiets. De nieuwe Stromer modellen ST1 zijn allemaal binnen. Alle kleuren die er zijn, zilvergrijs, donkergrijs, de gele, dat is het gelimiteerde model. En we hebben natuurlijk nog de rode, maar die staat ergens anders. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, staan op voorraad. Hartstikke leuk. Leuke fietsen om woonwerk mee te doen. En vanaf een 500 wattuur accu tot 918. Dus je kunt er ook een heel eind mee fietsen. En dan de nieuwe Stromer ST5. Die staat er ook inmiddels. We hebben nog één model over van 2019. Die is met korting te verkrijgen. Staat ook op de website. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn. Het is een elletje en we hebben er nog één. En ja, wat zijn dan verschillen met het 2019 en 2020 model? Nou, eigenlijk is het grootste verschil de kleur van het stuur. Die is zwart geworden in plaats van grijs. En de oplaadpunt voor het DI2-systeem, dus het schakelsysteem. Die zat eerder achter de staande buis van het frame. Dat was niet handig, kon je er slecht bij. En nu zit hij aan de zijkant en dan kun je gewoon wat makkelijker laden. Verder is er ook een nieuwe lader beschikbaar. Niet alleen bij de ST5, maar ook bij de ST3. Maar die komen in de loop van het jaar mee met de nieuwe fietsen. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. En we zijn ook bij de Vele Verlies geweest. Dat is misschien wel de belangrijkste fietsenbeurs in de Benelux. Dat was in België, in Kortrijk. We hebben een heleboel leuke nieuwe dingen gezien waar we foto's van gemaakt hebben voor jullie. Die zetten we ook in het filmpje. Onder andere een nieuwe merk helmen, Kratoni. Maken hele mooie speedpellet helmen, ook gewone, maar in ons geval de speedpellet helmen, die zijn nu net op voorraad. Op de Vele Verlies kwamen we ook een uitleg tegen over het recycleproces van de binnenbanden. Daar hebben we al eens even wat over verteld. Maar die sturen wij dus terug naar Zwalbe. Die worden verpulverd en daar maken ze dus de anti-leklaag van die in de binnenband zit. De Green Guard. Dan hebben we eerst de commuter. Dat is eigenlijk de instapper voor de speedpedelec goedgekeurde helm. 149,95. Is er in drie kleuren, een grijze, een zwarte en een witte. Er zit een vizier bij met een uitvorming voor je neus. Die kun je gewoon naar boven doen als je hem niet nodig hebt. Eventueel is er ook nog een donkerder vizier voor. Aan de bovenkant zitten gaatjes. Die kun je of afsluiten als het regent of openzetten op het moment dat je wil dat je ventilatie hebt. En aan de achterzijde is die voorzien van een achterlicht zodat je goed opvalt. En een ander type helm is de Vigo. Die is erin mat zwart met een beetje een grijze kanttekening. Die heeft de reflectie niet aan de bovenkant. Ja, wel één tocht gaat aan de bovenkant zitten, maar ook aan de zijkanten van de helm. Die kun je voor de rest niet verstellen. Is wel voorzien van earpieces, dus je oren worden beschermd tegen de kou, maar ook vooral tegen windgeruis.
ook daar zit wel weer mogelijkheid zodat er lucht door kan, zodat je niet te warm krijgt aan de binnenzijde. Deze heeft een wat ander vizier. Dat vizier kan niet omhoog, maar het vizier kan naar voren gesteld worden en naar achteren. Wat heel fijn is, ook als je een bril draagt, want dan kan je iets meer ruimte geven in je vizier. Dat lukt soms met de vizieren zoals bij de commuter zit niet. En met deze wel. Dan kan je voldoende afstand maken dat je geen beslagen vizier krijgt door het dragen van de bril. En dan eigenlijk de nieuwste helm. Dat is ook de reden waarom we dit merk er als eerste bijgenomen hebben. Want we hebben natuurlijk ook al ABUS en laser. Dat is de Smart Ride. En dit is wel echt een geavanceerde helm. Heeft hetzelfde systeem qua lens of qua vizier als de Vigo. Dus die kun je naar voren en naar achteren verstellen. Ook deze is weer te verkrijgen in een donkerdere versie. Maar die zou je er dan bij moeten kopen als optie. Deze heeft als de commuter weer een soort systeem dat je hem kan sluiten of open kan zetten voor meer beluchting. Maar de helm heeft ook hier meerdere luchtgaten zodat hij goed ademt. Dan zie je ook meteen de verdere nieuwigheden, namelijk het achterlicht, maar ook de knipperlichten. En de knipperlichten kunnen bediend worden door een bediening op het stuur. Die zal ik zo meteen even laten zien. Als ik hem dan omdraai, dan zie je ook dat hier speakers in zitten, zowel links als rechts. Je kunt de telefoon koppelen of de helm koppelen met je telefoon. En dus gesprekken opnemen tijdens het fietsen of bellen. Verder, op het moment dat de helm hard valt, of u eigenlijk hard valt met de helm op, dan bij een bepaalde impact gaat de helm het noodnummer bellen wat u heeft ingesteld. Dus stel dat u te val komt en u kunt zelf niet meer bellen, dan belt de helm degene die als noodnummer ingesteld staat. Voor alle veiligheid. Zo prettig. Dit is de bediening die je op het stuur krijgt, waarbij je zowel de knipperlichten kan bedienen als je telefoon bijvoorbeeld en je luidspreker. Ook je achterlicht zit erop om aan en uit te zetten. En fotokamertje, een cameraatje om eventueel een GoPro die je op de helm monteert te bedienen. Nou, dat was het dan weer. De eerste vlog voor het nieuwe jaar. Volgende week proberen we weer te filmen en dan gaan we weer wat meer werkzaamheden laten zien vanuit de werkplaats waar we druk bij zijn. Een nieuwe spoelbak die we hebben. En nog een aantal nieuwigheden. Daar zien we jullie graag volgende week weer voor. Dus blijf kijken. Belletje drukken als je gewaarschuwd wilt worden als er een nieuw filmpje is. En natuurlijk even liken. Dankjewel!